Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over slimmer presteren in tijden van corona. 2020 beloofde een mooi sportseizoen te worden. Totdat het coronavirus de wereld in zijn greep kreeg en alle sportieve aspiraties die we hadden noodgedwongen op een laag pitje kwamen te staan. Hoe zorg je dat je fit blijft in deze periode? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wil presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Ja, Jurgen, ja. Daar zitten we dan. Anderhalve meter uit elkaar voor de kijkers op YouTube. Voor de mensen die ons langer volgen, die weten misschien, wij nemen één keer in de maand een aantal afleveringen op. En dat betekent dat wij de afgelopen 3-4 weken ook gewoon netjes allerlei leuke sportieve gerelateerde afleveringen hebben gemaakt. Maar ja, jij zei het zelf al, er stond een soort grote olifant in de kamer. Mm-hmm. Want het is niet zoals normaal. Hoe is het met je? Ja, met mij is het prima. Kijk, voor mij is er persoonlijk niet heel veel veranderd. Ik werk natuurlijk al vanuit huis. Als schrijver, journalist. Ik is toch een soort huismus, denk ik. Ik gedij prima thuis. Iedereen om jou heen nog gezond? Ja, gelukkig wel. Alleen je merkt inderdaad, goed, ik heb ineens een heel druk huis. En er wordt gebeld en gevideocalled en noem maar op. Ja. En pubers die om 12 uur naar beneden komen en vragen waar is het brood vandaag en dat soort dingen. Dus in die zin, ja, dit heeft wel impact, tuurlijk. En nou, ook op het sporten natuurlijk. Ja, nou, voordat we daar even induiken in wat het effect op jou en mij is, over bellen en zoomen gesproken. We gaan zometeen ook even zoomen met onze twee special guests die we eerder in de Slimmer Presteren podcast hebben gesproken. Jacomine Eikelboom, die op weg was naar een triathlon dwars door Amerika. Haar heb je kunnen horen en zien in aflevering 5. Nou ja, ook die triathlon is uitgesteld. En ook Martin van der Pol, die hadden we vorige week te gast hier in de Slimmer Presteren podcast, op weg naar Tokio. En ook Tokio is natuurlijk uitgesteld. Dus die hoor je aan het einde van deze aflevering. We gaan ook even met Jurgen op zoek naar wat we allemaal al gevonden hebben aan wetenschap over sporten en het coronavirus. We gaan even kijken wat we zien dat de topsportwereld doet, maar we beginnen even bij onszelf. Proberen ook fit te blijven. Gelukkig hier in mijn directe omgeving ook iedereen nog gezond en iedereen thuis. Ja. Wat doe jij om fit te blijven deze dagen? Wat doe ik? Ja, nou, kijk, elk nadeel heeft zijn voordeel. Hè. Kijk, ik mag al niet zoveel sporten, in ieder geval hardlopen. Dat is al een tijdje bij mij op een laag pitje vanwege een chronisch probleem met mijn linkerbeen. Oké. Okay. Sinds die hernia eigenlijk. Dus in die zin, en ik merkte steeds dat ik weer te snel begon. Hè. Dan ga je toch weer hardlopen. En wat er dan voor het maffe gebeurde, is altijd na 3-4 kilometer schoot het gewoon echt in mijn kuit. Oké. Okay. Dus ik denk dat er iets aan de hand is met een soort aansturing van spieren. Dat die, ja, dat nog een beetje getraind moet worden. Dan kwam mijn vrouw weer. Ja, maar misschien moet je gewoon 2 maanden echt niet gaan hardlopen. Nou, dat is in ieder geval, dat gebeurt nu niet. Ik moet wel zeggen, ja, fietsen, dat blijf ik dan wel doen. Ja. En daarnaast gewoon wat oefeningen thuis. Die natuurlijk van de body boost. En tegenwoordig kom je achter. Mijn dochter kwam zelf, dochter van 16, met een heel trainingsprogramma voor het gezin via een of ander appje die we trouw hebben gedaan. Nu moeten we weer even een nieuwe vorm gaan vinden, want op een gegeven moment wordt dat toch een beetje saai of noem maar op. Met allerlei vormen van training die je thuis kan doen. Je ziet op internet ook zoveel verschijnen, vind ik, hè, van hoe die toppers trainen in Nederland. Vind ik wel erg leuk om te zien hoe die dat allemaal aanpakken en hoe
ja, hoe specifiek dat toch ook weer voor hun sport is. Dat gooi je wel bij de show notes. Team NL Sports doet, of Team NL doet dat heel goed, vind ik. Ja. Ja, en dan komen je die maffe challenges tegen. Die zie jij ook, hè, denk ik. Van mensen die marathons op hun balkon doen. Of in een kinderbadje aan het trainen zijn aan een touw of een elastiek. Ja, Jan Frodeno dit weekend. Ja. Een hele Ironman in zijn achtertuin. In de Endless Swimming Pool en op de home trainer en op de loopband. Precies. Ja, heel veel gekke challenges. Nou ja, wat je zei, die vrouw uit Rijssen die het marathonrecord op de loopband heeft verbeterd. Ja, 3 uur 12. Ik denk, dat moet scherper kunnen. Ja. En dus mensen verzinnen, komen tot leuke nieuwe oplossingen. Ik denk, de virtuele, jij appte mij toen de virtuele Ronde van Vlaanderen gaande was. Ja, heb ik gekeken. Ik heb dat ook wel later ook nog teruggekeken. Ja, toch een heel interessant idee. En het wordt vervolgd. Hè. In ieder geval, de Ronde van Zwitserland gaan ze het ook doen. Dan 5 dagen lang met meer teams. En dan volgens mij 3 wielrenners per team. Ja, voor de kijkers of luisteraars die dat gemist hebben. We hebben het al eerder een beetje gehad over de tax. Hè, oftewel de slimmer home trainer. Ja. Die meet wat het vermogen... breek onze bek niet open over vermogensmeter. Die meet welk vermogen jij wegtrapt op je home trainer. Ja. Die dat aan een softwareprogramma voedt... die daarmee in een virtuele wereld een virtuele race maakt. En voor de Ronde van Vlaanderen hadden ze uit mijn hoofd 13 renners... die door heel Europa zaten op hun taxtrainer... in de virtuele wereld tegen elkaar racen. En wat daar leuk aan was, of innovatief... is dat in dat computerprogramma zou ook het draften en het koersspel worden meegenomen. Dus op het moment dat jij virtueel uit de wind bij iemand zou zitten... zou ook jouw vermogen, je belasting, zo'n 25-30% lager zijn. Ja. Dus in die zin kwam ook de tactiek en de ploegentactiek weer om de hoek kijken. En ik moet bekennen, ik vond het eigenlijk verrassend leuk en spannend om te kijken. En toch de live verbinding met al die plekken over Europa... waar je dan naar binnen kon kijken, naar de verschillende opstellingen... En uiteindelijk blijkt dan nog ook, sport kijken gaat toch om de verhalen. Ik bedoel, sinds ik de Rode Lantaarn luister, vind ik wielrennen kijken stukken leuker. Omdat je veel meer achtergrond hebt over die mannetjes op de fiets natuurlijk. Ja. En dat was, in dit geval heb ik op de Vlaming zitten kijken. Met José. Leuk. Ja, dus dan. Ja, die maakt er ook een echte koers van natuurlijk. Ja, en dan, dat merk je natuurlijk nu als een enorm gemis. Dan kwam je erachter wat de entertainmentwaarde van sport natuurlijk is. Hè? Hoeveel tijd je eigenlijk spendeert aan sportwedstrijden volgen en kijken. Dat groots bekijk zag ik de dag daarna echt in de top 10 van evenementen van de laatste paar jaar. Ja. Dus dat, mensen zaten op te wachten. Nou, ik moet ook zeggen, kijk, mijn wetenschappelijk hart gaat dan ook een beetje kloppen. Omdat juist, we hebben het al gehad over die studies uit Groningen, hè, dat je toch... reageert eigenlijk op opponenten puur op een scherm. Ja. Dus in dit geval, wat jij ook zei, ze hadden het zelfs zo ingebouwd dat je misschien wat drafting kon hebben, echt uit de wind zitten. Ik weet niet hoe goed dat werkte, maar puur het feit dat op jouw scherm voor je sprint er iemand vandoor. Ja. En ook al fietst hij 50 kilometer verderop vanuit zijn garage. Het doet dat met je. Ga je mee, ga je niet mee? Want in principe zou je van tevoren bij zoiets denken... je gaat gewoon 1 vermogen constant trappen. Heel hard trappen, het was 3 kwartier. Ja. Ja. En zo min mogelijk energie verspillen aan dat soort dingen. Nee, maar het was een echte koers, want er werd gereageerd. Af en toe ging natuurlijk iemand als een speer voorbij. En een beetje onnatuurlijk soms. Maar en dan merk je hoe... Dus dat virtueel racen zelfs ook. De tegenstander, dat lokt uit tot reacties en... hoe ga je daarmee om in het kader van pacing en zo? Dus ik echt. Voor alle amateursporters zoals wij die nu kijken en luisteren enthousiast worden. Ik geloof dat alle taxen in Nederland volledig zijn uitverkocht. En ik moet uiteindelijk zeggen, ik ga toch niet. Nee, want daar moest ik ook. En wij waren natuurlijk bij onze reacties aflevering. Hadden we het er ook over van, gaan we dit aanschaffen of wat doe jij? Toen waren we een beetje, dat hebben wij niet nodig. We gaan gewoon lekker naar buiten, Nu zien we ineens van als je niet lekker naar buiten kan, dan is dit toch wel een goed alternatief. Dat is natuurlijk een topalternatief. Laten we vooropstellen voor iedereen in België en Frankrijk en Engeland. Nou, Engeland wel. Maar als je echt je huis niet uit mag, dan is het natuurlijk een geweldig alternatief. Ja. Ik heb wel een mening over alle wielrenners in Nederland. Dus misschien maak ik me hier impopulair mee. Maar zelf heb ik het volgende jaar. Hoe blijf ik fit? Ik heb een dochter van 9.
En wij hebben de slechte gewoonte in het weekend, hadden de slechte gewoonte in het weekend, dat wij zelf wilden uitslapen. Dus dan kroop zij in de pyjama naar beneden, ging zij anderhalf uur zitten YouTuben. En dan kwamen wij om 9:30 een keer ons nest uit. En dan probeerden we dat kind aan de gang te krijgen. En dat lukte natuurlijk niet, want die had honger en die was dreinerig en die kreeg je nooit in de kleren. Dus toen ik hoorde dat die scholen 3 weken dicht gingen, dacht ik, dit moet ik niet hebben. Ik moet 's ochtends een reden hebben om haar in de kleren te krijgen. Dus toen zijn we eigenlijk, hebben we meteen gezegd, weet je wat we doen? Een challenge. We gaan iedere ochtend, jij op je fiets, ik hardlopen, gaan 5 kilometer hardlopen. Dat is bij ons hier een rondje over de stoepen rond het dorp. En als we dat de hele week volhouden, dan mogen we een toetje uitkiezen bij de supermarkt. En als we dat 3 weken volhouden, dan mogen we onbeperkt ijs eten bij de ijskoewinkel als die weer open gaat. Nou, dat wil wel. En toen werd 21 dagen werd verlengd naar 7 weken. En wij zitten inmiddels... Wat is het nu op dag 31? Vanmorgen zijn we weer geweest en we gaan iedere dag trouwen met z'n tweeën. Ik zie het voorbij komen op Facebook. Elke keer weer Gerrit in zijn oranje t-shirt vaak. En dan, Ik heb om het effect van de herhaling te versterken besloten om ook iedere dag hetzelfde shirt aan te trekken. Nee, petje af. Ik bedoel, want uiteindelijk staat het al op 31 van 49 challenge, zeg maar. Dus jij wil al 49 dagen achter elkaar dit gaan doen. Zolang die schoolsluiting duurt, moeten wij dit volhouden. En ik liep vanmorgen aan wel een beetje denken, en waarom stoppen, weet je wel? Maar goed, dat is maar nu wat na 49, wat volgt dan, denk jij? Ja, ik weet niet, ik vind het een fantastische start van de dag. Het zou natuurlijk wel betekenen, nu zijn onze ochtenden rustig, dus dan zouden we wat vroeger op moeten staan en zo. Maar ja, dat kan natuurlijk prima in de zomer als het licht is. Ik weet niet of ik die kleine meekrijg om dat te blijven doen voor schooltijd, maar ik zou het zelf eigenlijk wel in mijn ritme willen houden. Ja. Ook, en zo begon ik op, ik vind namelijk aan al die mensen op de wielrenfiets op dit moment, ik moet zeggen, ik vind het gewoon dom. En laat ik even de disclaimer maken, iedereen die last heeft van een blessure, zoals jij zelf, of mijn buurman, of Luc. Nee, tuurlijk. Ja. Weet je, als hardlopen geen optie voor je is, dan moet je zeker gaan fietsen. Maar voor iedere triatleet die ik zie, die gewoon ook hardlopen als onderdeel van zijn sportbeleving heeft, ga gewoon hardlopen, want het is evident, we doen dit, tenminste als ik het goed begrepen heb, we doen deze maatregelen om de druk op de zorg te verlichten. Ja. Dan is het toch logisch dat als je hardlopen met fietsen vergelijkt, zowel de kans als de impact van een ongeluk of valpartij is bij fietsen groter dan bij hardlopen. Ja. Dus dat in het begin ben ik nog ook gaan fietsen en toen schreef ik op een gegeven moment op Strava bij de derde dag voorzichtig gaan mountainbiken. Ja, dat is even veel bullshit. Ik bedoel, als je het op een boom... Voorzichtig mountainbiken bestaat niet. Ik moet gewoon niet gaan fietsen. Daar sluit ik me volledig bij aan. En dat is ook... ik heb de cijfers nog even op nageslagen. Ja, ik heb een artikel. Want ik, hoeveel fietsers liggen er eigenlijk op de eerste hulp normaal? Uiteindelijk valt het mee als je kijkt gewoon naar puur de aantallen. Dan zijn de eerste hulp, staat voetbal bovenaan. Ja. Wielrennen staat toch al op de derde plek, of de vijfde plek geloof ik. En dan heb je nog misschien paardrijden of noem maar op. En wat voor soort getallen hebben we het over? Mountainbike staat op de achtste. Mountainbike iets van 3300, meen ik. Per jaar? Ja. Dus dan moeten we snel omrekenen naar de dag. Er zijn 30 per dag. Alleen, 3 per dag. Nee, maar voetballers, dat doen ook veel meer mensen. Dus je moet daar ook wel rekening mee houden. En wat de laatste cijfers laten zien, die zijn te vinden op veiligheid.nl. We zetten hem wel even op de show notes. Ja, daar hebben ze ook naar de afgelopen 8 jaar gekeken. En dan zie je een stijging van het aantal ernstige gevallen op de eerste hulp. En dat betekent eigenlijk dat mensen langer moeten blijven. Ja, echt of in gebruik geval, maken van ziekenhuiszorg. En dan, dan zijn 80% stijging in mountainbike en 130% bij het wielrennen. Huh. In tegenstelling tot voetbal gaat iets omlaag, rugby, noem maar op, andere sporten. Maar juist die twee, die zijn aan het stijgen. Ja, heeft ook misschien weer te maken met... Populariteit... Meer mensen doen het en minder goed getrainde of minder... en er wordt zelfs genoemd dat mountainbike wielrennen zijn de meest risicovolle sporten. Met dan per 1000 uur sport is dat een kans op een ongeluk van 0,28 per 1000 voor mountainbike. Wielrennen 0,19. Dan denk je 0,28 op 1000 uur. Maar als je dat even gaat uitrekenen van hoeveel mensen in het weekend...
Ja. Op een fiets zitten en dan een uur, twee uur. Ja, dan weet je gewoon dat het elk weekend raak is. Maar dat is hier zo. We wonen hier op de Utrechtse Heuvelrug, vlakbij de mooiste mountainbikeparcoursen van Nederland. Daar rijden de hele ieder weekend de ambulances af. Dat is ook het, mijn eerste stuk wat ik ooit schreef hier voor de Stichtse Courant toen ik hiervoor ging schrijven. Heb ik, dat is, want toen was het ook al, ambulance moest of de helikopter moest komen destijds. En dan merk je al van de diehards mountainbikers die al... dit eigenlijk mountainbike hun eerste sport is en dit al jaren deden. Die hebben eigenlijk, die waren echt iets van je gaat hier toch geen stuk over schrijven en die wilden echt verpest je de hele reputatie van de sport. Want die vonden, die waren juist van in Nederland is het helemaal niet gevaarlijk. Ga eens in Ardennen of ga eens in Frankrijk. Daar dan kom je wat uitdagende trails tegen. Hier is allemaal een beetje allemaal flauw. In de tussentijd vallen er wel heel veel mensen, maar dat zeggen ze ook. Ja, dat zijn mensen die kom ik ook tegen, die in het weekend misschien nog wel zonder helm ook zo'n paadje is gaan proberen. Ja. En het erge is, ik heb één keer mijn sleutelbeen gebroken en dat is wel op de mountainbike gebeurd. En dat is denk ik 5, 6 jaar geleden gebeurd. Kortom, ik vind dat wij als Slimmer Presteren podcast ook een mening mogen hebben. Ik heb een mening en je mag het met me oneens zijn, ik lees het wel. Maar als je de gelegenheid hebt, beste collega triatleten zeker... blijf eens van die fiets af. En al die mensen die niet kunnen hardlopen... die moeten dan maar wel gaan fietsen. Maar dan ga je 1 alleen. Ja. Ik moet zeggen, hier in de polders... ik zie ze toch gewoon als duo. En we hebben dit weekend daar wat discussie over gehad... in onze verenigingsapp. En dan komen de mensen... je kan beter naast elkaar fietsen dan achter elkaar... want je zit in de slipstream. Train solo. Ja. Ik bedoel, van alle topsporters tot politici... iedereen roept op, ga dan alleen... Nou, ik zag er van het weekend hierheen door de straat met notabene ook onze clubkleuren aan ook nog. Als je dan al de regels in de wind, adviezen in de wind wil slaan, doe het dan op zijn minst anoniem. Nee, dus daar ben ik heel erg uitgesproken in. En ik hoor wel waarom jij vindt dat je wel op de fiets mag en dat het allemaal belachelijk is. Ik zie je reactie tegemoet. Ik helemaal mee eens. Ik snap die duo's ook niet. Alsof ze niet zelf de weg kunnen vinden of zoiets is het. Ik heb bijna de neiging, want ik fiets dan wel, maar altijd in mijn uppie. Om 2 vingers op te steken of zo. Ja. Van let even op, je bent met z'n tweeën. Wat is hier aan de hand? En dan, ik heb van mijn moeder begrepen, die zegt ik alle jongeren in het dorp. Oh, de regels gelden zeker niet voor jullie. En dan gaan ze toch wat ik mee. En natuurlijk, ik kom ook de echtparen tegen op de e-bike, et cetera. En dan de oudjes vandaag. Volgens mij is de nuance, als jij rustig een D1 training gaat doen in je eentje met je handjes op het stuur, met extra oog voor het verkeer. Kom je echt niet zomaar op de eerste hulp terecht. Maar, en eigenlijk voor triatleten is het super, want je moet toch tijdritten trainen, niet? Ja. Dus dat vind ik ook. Dan ben ik nog zo'n type, ik ben inmiddels al boven de 50, maar op de racefiets voel ik me toch vaak die jongen van 12, 13 jaar. En dan denk ik terug aan legendarische ontsnappingen. Ja. Misschien nog Annemiek van Vleuten vorig jaar of Froome destijds in de Ronde van Italië. Ja, dan denk je 100 kilometer op kop rijden of in je uppie. Nou, is toch mooi. Of het werelduurrecord denk ik natuurlijk altijd aan. Ik vind het heerlijk eigenlijk in mijn uppie fietsen. En dan, Dus hoe blijf je fit in tijden van corona? En dat is wel mooi. Wij luisteren deze week allebei naar de podcast van Ross Tucker. De sportwetenschapper uit Zuid-Afrika. En die zei ook, en ik merkte het aan mezelf ook, alle races zijn van de kalender. Ja. Zoals we zeiden in de intro, het zou een mooi jaar worden. Ik zou mijn eerste halve triathlon gaan doen. Ik zou mijn derde marathon. Het is allemaal van de kalender. Dus je sport nu ook niet om je prestatie te verbeteren. Precies. Ga alsjeblieft sporten om gezond en fit en slank te blijven. Maar dat kan dus allemaal heel rustig, joggend, hardlopend, weet ik het. Ja. Wil ik nog wel één ding aan toevoegen voordat we ons eerste belletje zo ingaan. Ik gebruik natuurlijk nogal veel van die datatrackers. En ik heb enerzijds Strava en anderzijds Training Peaks. En ik kijk meer naar de data van Training Peaks... die me die grafiek laat zien over mijn fitheid. En voor de kijkers op YouTube, ik heb hem hier in beeld staan. Die blauwe lijn is mijn fitheid. En sinds, dus nu 4 weken, loop ik iedere dag 5 kilometer hard. En die lijn die is hartstikke vlak en die blijft mooi hangen. Klimt een heel klein beetje omhoog als ik af en toe een paar kilometer loop. Dus ik dacht, lekker bezig. Hoe blijf ik fit? 5 kilometer per dag. Niet te veel belasting, maar lekker fit. Toen ging ik bij Strava kijken. Ander algoritme. Ja. Oh, waar zijn we? Daar. En Strava, die laat een hele andere grafiek zijn. Die heeft waarschijnlijk dezelfde grafiek. Maar die zegt gewoon, jongen, je bent de afgelopen 4 weken ongeveer de helft van je conditie kwijt. Ja. En dit is helemaal niks. Ik weet niet zo goed. Wat zegt de wetenschap hier? Ja, dat is heel interessant. Dat heeft er al stukken ook een beetje over van. Hè? Je raakt het toch niet zo heel snel kwijt. Tenzij je echt helemaal niks gaat doen. Hè? Okay. En dan refereert hij aan studies bij die mensen bij ruimtevaarders.
Omdat je dan eigenlijk wil weten wat doet een lichaam onder zonder bij gewichtloosheid. Dus een Duitse studie refereert ernaar waarin atleten werden echt 3 weken in bed gestopt. Ja. En dan na die 3 weken werd gekeken, VO2 max, dus de zuurstofopname, krachtontwikkeling, misschien biopte zelfs genomen, hoeveel spiermassa je hebt. En dat ging allemaal best wel, je botdichtheid ging allemaal behoorlijk achteruit. Tenzij, en dan hadden ze een experimentele groep, die deden precies hetzelfde, alleen die deden elke dag, echt maar 10 minuten was het, jumping jacks. Oh ja. En, armen en benen. Ja, en wat ze lieten zien, dat er was een afname van VO2 max. En een beetje ook van de spiermassa, maar dat was echt bijna vergeleken met die groep die echt niks deed. Nou was het een stuk minder en eigenlijk hield die lichaam redelijk op orde. Dus dat geeft me aan dat je om fit te blijven met dat soort relatief korte oefeningen, die zijn erg behulpzaam. En mooi. Dat is eigenlijk, dus je hoeft echt niet bang te zijn dat je alles kwijtraakt. Dat wordt ook wel eens gesuggereerd van je kun je weer helemaal van begin af aan beginnen. Dat is helemaal niet het geval. Dus, en er zijn wat slimmere manieren door iets hoger, hoger intensiteit of intervaltraining. Kun je dat best wel aardig op orde houden. Ja. Dat vond ik wel. Je leest nu wel meer en meer over topsporters. Hè? Want met name de topsporters in lockdown, die beginnen nu te zeggen, wacht even. Mm-hmm. Als ik niet kan trainen, dan raak ik gewoon mijn talent kwijt. Ja. Kijk, een violist of een muzikant die thuis zit, die kan door blijven oefenen. Maar ik kan niet trainen. Dus ik ben straks, weet ik hoeveel slecht als ik terugkom. En dat lijkt me een mooi bruggetje om met onze special guest, de topsporter Martin van der Pol, te gaan bellen. En aan hem eens even te vragen hoe hij fit blijft. Uitstekend. Ja, wat goed om jullie hier live te zien in de Slimmer Presteren podcast. Martin van der Pol, Paralympisch wielrenner. En vorige week nog de gast in onze aflevering over jouw reis naar Tokio. Die helaas is uitgesteld, Martin. En naast jou Jacomine Eikelboom, we noemden je net ook al even, op weg naar de Trans Am Tri, de triathlon dwars door Amerika. Allebei niet doorgaand op korte termijn. Jacomine, om met jou te beginnen, hoe is het met je? Goed. Ja? Gezond? Ja. Gezond, zeker. Nog bewegend. Dat is ook altijd fijn. Dus gaat goed. Wanneer hoorde jij dat de Trans Am Tri, is hij afgesteld of uitgesteld? Hij is uitgesteld. Dus hij is gewoon daadwerkelijk een jaar verschoven. Naar volgend jaar begin mei. Oké. En jij, Martin, hoe is het met jou? Jij en jouw naast in goede gezondheid? Ja, alles gaat goed hier hoor. Ik ben nog lekker aan het fietsen. En jammer dat het uitgesteld is, maar ik ga gewoon rustig verder. Ja, ja, want de Paralympische Spelen gaan 1-1 mee met de Olympische Spelen. Gewoon alles 1 jaar naar achter. Ja, ja, eigenlijk precies dezelfde data en dan volgend jaar. Ja. Hey, en wat dacht je, wat voelde je toen dat bericht jou bereikte? Of zag je het al aankomen? Ja, eigenlijk zie je het al wel aankomen. Kijk, het is zoiets groots en ja, het werd gewoon onmogelijk, denk ik. En het lijkt me een goede keuze. Alleen, het was wel even spannend wat ze zouden gaan doen. Ja. Oh jee. Wat gebeurt er? Heb je koeien in de tuin, Martin? Of is dat wat anders? Ogenblikje. Maar bij jou, Jacomina, dat was gewoon een... Een berichtje van de organisatie. Met gewoon een jaar uitstel. Ja. En toen, want kom je dan meteen in een zwart gat eigenlijk, want je leeft ergens naartoe, denk ik, al maandenlang, fysiek en mentaal. En dan ineens hoor je, het gaat niet door. Wat is je eerste reactie dan? Mijn eerste reactie was opluchting. Dat is interessant. Ja. Opluchting, beetje gek misschien, ja. Maar ik zat er al mee in mijn hoofd van, hoe kan dit eigenlijk doorgaan en... Onder welke omstandigheden zou ik het nog voor mezelf acceptabel vinden dat het doorgaat?
als bijvoorbeeld in Nederland de IC's nog propvol liggen, dat ik dan leuk in Amerika ga fietsen. Overigens door de zuidelijke staten. Ik ga mijn eigen gezondheid, ga ik behoorlijk op inleveren. Is dat wel verstandig? Dus dat soort gedachten had ik ook heel erg. En ik dacht van ja, lastig. En toen het bericht dus kwam van ja, we kunnen het niet garanderen dat het doorgaat. We verschuiven het een jaar. Toen was het fijn, hoef ik die beslissing niet te nemen en ik sta er volledig achter. Ja, helder denk ik. En dan weet je, ja, Trump is toch al een rare vogel die bijna zegt van nou, laat het allemaal maar doorgaan. Het is niet mijn schuld en noem alles maar op. Dus in die zin denk ik dat de verstandige organisatie ook is geweest. Bij Martin zal het wel anders gaan, denk ik, dat jij vanuit NOC NSF al veel signalen kreeg of via je coach of via andere atleten van hou er rekening mee dat het kan uitgesteld worden, neem ik aan, of niet? Ja, dat klopt. Ja, ik werk dan ook nog part-time bij NOC NSF, dus ik had inside al nog berichten ontvangen. Ja. Dus ik zag het al wel aankomen, ja. Hebben zij ook de regels, zijn hetzelfde als voor de andere, de Olympiërs van eenmaal gekwalificeerd, dan dat schuift ook gewoon door. En degene die nog niet gekwalificeerd zijn, lees jij dus, die momenten die worden opnieuw weer afgestemd of... Want in het geval van jou zou het WK dat zijn, maar die zal ook niet doorgaan hè, dit jaar. Klopt dat? Ja, exact. In principe blijven de huidige kwalificaties staan. En dan dat ene WK, daar zijn ze nu aan het kijken of dat uitgesteld kan worden of wat dan ook. En anders is dat het, denk ik. Mm-hmm. Hey, nou zijn wij in deze aflevering, los van dat we even bij elkaar aan het inchecken zijn over hoe het gaat en wat we doen, is een beetje de hamvraag, hoe blijf je fit in tijden van corona? Nou, jullie als twee hele bijzondere sporters, ben ik ook wel eens benieuwd. Kun je eens beschrijven wat jullie nu doen om jezelf in shape te houden? Of ben je daar überhaupt mee bezig? En zo ja, hoe dan? Ik ben er zeker mee bezig. Voor mij is het dat ik wel bewust een break heb genomen van mijn trainingen of mijn activiteiten voor de Friends M, want dat was alleen maar lang. En om überhaupt een break te hebben, ook mentaal een break, ben ik nu veel meer met korte training bezig. Ik train veel minder uren, maar wel intensiever en ook veel thuis. Krachttraining, yoga, pilates, dat soort dingen. Voornamelijk alleen. Voornamelijk alleen. Ik hoop alleen maar alleen, Jacco. Nou, ik zwem ook nog buiten. En dan kun je heel goed 1,5 meter afstand houden. Sterk nog, dat is vaak veel meer. Ja. Maar dat doe ik altijd wel met ingezet. Ja. Nou, dat is dan wel weer heel verstandig. Waar doe je dat eigenlijk? Dat zwemmen of is dat geheim? Dat is een geheim tip. Ergens bij de Loosdrechtse plassen. Ah, oké. En dan heb je een clubje van gelijkgestemden die dan dat ook doen, zeg maar. Met z'n tweeën of z'n drieën. Zij zijn ook doorgewinterde zwemmers, dus dat scheelt. En vandaar dat ik ook door kan zwemmen. Ik kan ook gewoon echt 1,5 uur zwemmen met mijn pak aan en de badmuts, dat soort dingen. Maar ik ben wel behoorlijk kou-resistent, zeg maar, naar aanleiding van vorig jaar dat ik heel veel in het buitenwater heb gezwommen. Mm-hmm. En dat scheelt heel veel. Ja. Ja, want we zagen, midden maart gingen natuurlijk de zwembaden dicht. Toen zagen we ook intern bij ons in de club wat mensen die dan spontaan riepen, nou, dan gaan we wel even lekker in het open water liggen. Het is inmiddels derde week april. Volgens mij is het nog niet verstandig dat zomaar iedereen water van 12 graden induikt. Of wel, wat kun je daarover zeggen, Jacomine? Vandaag was het 8 graden. Moet je nagaan. Het is per persoon heel verschillend hoe men op kou reageert. Maar het is sowieso, als je dit niet gewend bent en ook niet met koud afdouchen gewend bent, dan is het echt nog teemkoud. Dat is echt, je moet er erg op letten, want soms heb je het niet eens in de gaten en ben je nog in het water. Op het moment dat je eruit stapt, dan krijg je eigenlijk de klap. En dus vandaar is het, dit moet je echt opbouwen. Als je er nu aan begint, moet je dat echt opbouwen met misschien 5 minuten dip en dat langzaamaan uitbreiden. Ja, want het ultieme risico is natuurlijk dat je weerstand een knauw geeft en dat je juist vatbaar bent voor wat dan ook op dit moment. Hè? Ja, en je wil ook niet onderkoeld raken. Dat is ook nergens voor nodig. Dus je wil het wel veilig houden. Ja, mooi. Hey Martin, hoe is dat voor jou? Wat doe jij om fit te blijven of wellicht zelfs op niveau te blijven? Beschrijf eens, wat zijn jouw ambities op dit moment?
Ja, bij mij is het dan eigenlijk net weer totaal anders. Ik ben juist veel meer uren gaan maken. En ja, ik heb me voorbereid op een wielerseizoen wat zou beginnen. Ik heb één wedstrijd gereden. En normaliter zou ik in deze periode heel veel wedstrijden rijden. Dus zou mijn trainingsbelasting zou heel zwaar zijn. En dat ga ik eigenlijk gewoon door. Alleen dan door middel van training. Dus ja, ik ben extra veel uren gaan maken daarin een stukje. Ik zie deze periode een beetje als testperiode. Dus gewoon nog meer doen. Nog iets strikter op mijn eten. En eigenlijk gewoon, hoe ik me voor Tokio zou voorbereiden, dat probeer ik nu gewoon ook te doen. Zodat dat hopelijk goed bevalt voor volgend jaar. Ja, als een soort, want dan bood je ook wedstrijden een beetje na zelfs. Dus jij doet ook wel niet alleen duur, maar ook echt wel intensieve trainingen op dit moment, Martin. Ja, dat is een beetje moeilijk. Ik voornamelijk wel echt veel, veel lang werk, zeg maar. En gewoon kijken hoeveel ik aan kan. En tot nu toe gaat dat eigenlijk supergoed. Ja. En kijken waar je grenzen liggen. En doe je dat binnen of buiten? Zeg maar, zit je op de tax of ga je de weg op? Nou ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik doe alles buiten. Ik zie zoveel mensen nu op de tax binnen zitten. Nee, dat is nog niet aan mij besteed. En weet je, we hebben gewoon super mooi weer. Dus, en je mag alleen nog buiten fietsen. Ja, ik neem het ervan. En ik ben Ja. zoveel mogelijk buiten aan het fietsen. Wat weet jij van concurrenten uit Italië? Hè? Daar hadden we het over. Daar lopen altijd wat concurrenten rond. Of Ja. Spanje, waar het allemaal wat strikter is en zo. Ja, die kunnen echt niet anders. Dus ja, in die zin hebben wij nog, of jij in ieder geval, een relatief voordeel ten opzichte van die landen waarschijnlijk. Ja, en zo probeer ik het ook te zien. Ja. Ja, het is misschien een beetje oneerlijk, maar ja, ik kan hier misschien wel een voorsprongetje nemen ten opzichte van de anderen. Of al dan niet dichterbij komen dan die jongens die volledig in quarantaine Ja, zitten. en ja, valt het je op dat er nu meer gefietst wordt dan ooit? Of vind je het nog wel rustig op de, nou, met name de dijken en zo? Want daar hadden we het net een Nee. beetje over. Ja, we Ik vind dat amateurs hun fiets gewoon thuis moeten laten staan als ze de mogelijkheid hebben om te gaan Ja. hardlopen, hè? Laat ik dat vooropstellen. Mensen die optie niet hebben, die moeten dan misschien maar rustig gaan fietsen. Maar hoe is het op de weg? Ik kom er namelijk niet meer. Nou ja, het is wel goed, verspreid, zeg maar. Soms zie je heel veel wielrenners en soms ook weer niet. Kijk, nu door de week, dan ben ik gewoon 's ochtends vroeg aan het fietsen en dan kom je heel weinig tegen. Maar zoals van het weekend met Pasen, dan gekhuis, dat is niet leuk. Nee, nee. Ja. Nee. Nou, lijkt me een mooie slotvraag voor jullie beiden ook. Aan al die amateursporters die luisteren en kijken naar de Slimmer Presteren podcast, hebben jullie nog een mooie creatieve tip of idee over hoe zij zichzelf de komende weken nog fit kunnen houden? Nou, wat nogal eens vergeten wordt, wat ik tenminste zelf ook merk, is om gewoon ook echt aan je core en aan je krachtdingen te werken. Wat je gewoon ook heel goed thuis kunt doen. Er zijn allerlei filmpjes op internet te vinden. Het planken, het squatten, dat soort dingen. En ik denk dat je nu juist daarmee ook gewoon een hele mooie basis kunt leggen. Dat als we dan echt weer los mogen en ook bijvoorbeeld nog weer trainingsvormen in groepen, een bepaalde samenstelling. Dat je dan daarmee gewoon een goede basis hebt om er lekker tegenaan te gaan. Ja, mooi tip. Daar, En jij, Martin? ja, daarop aanvullend, zeg maar, zou ik adviseren juist extra op je voeding te gaan letten. Kijk, we zitten nu meer thuis. Ga eens even bewust naar wat je eigenlijk eet en wanneer je het ook vooral eet. Kijk, we kunnen nu niet uit eten, we kunnen niet naar restaurants. Dus je moet alles in huis halen door middel van boodschappen. Nou, ga eens een keer bewust boodschappen doen. En af en toe op de weegschaal staan. En zorg dat je niet zwaarder wordt nu je thuis Ja. in quarantaine zit. Mooi, mooie tip. En ik merk Ja. ook het laatste, want daar ben ik zelf ook schuivend in. Wanneer hebben jullie de verwachting dat we weer eens een keer een wedstrijdje zouden kunnen? En ik weet, dit is een hele flauwe glazen bol vraag, maar toch, misschien is het over 3 weken anders. Maar wat denken jullie nu? Wanneer zouden we weer eens met elkaar de strijd aan kunnen in het echt? Recreatief of elite?
Lastig. Misschien op lokaal niveau ergens in het najaar, maar... Over de zomer heen, denk jij. Hoe lang moeten we die nog vasthouden? Ja. Ja, Zwift, hè? Ja. Ja. Nee, maar ik denk buiten... Ja, er zijn wedstrijden naar juli verplaatst. Ik denk dat dat heel moeilijk wordt, maar... Ja, laten we het hopen. Ik zou het wel fijn vinden. Ja, precies. Ja, hoop is het enige wat we hebben nu, hè. Wat is dat bij jullie nog niet, Martin? Zoals je bij de Ronde van Vlaanderen had, bij de profs, hè, en de Ronde van Zwitserland binnenkort. Echt op de virtuele races. Is dat in jullie tak van sport ook al gaande, zeg maar, bij de Paralympische, bij de paracycling? Dat men oppert om dat soort wedstrijden te gaan organiseren? Nee, helemaal niet. Okay. Het WK van nu in juni staat nog steeds. De UCI wil nog steeds geen duidelijkheid daarover geven. Dus, Ja. Die hopen altijd. Er gebeurt helemaal niks. Nee. Kunnen we voor jou nog een leuke challenge of stunt verwachten, Jacomina? We zien Jan Frodeno dit weekend een hele Ironman in zijn woonkamer doen. Jij bent ook wel zo iemand die gekke dingen bedenkt. Heb jij nog iets op de horizon? Ik heb zeker al wel plannetjes van de zomer, maar dat is in hoeverre we gewoon weer vrij uit kunnen bewegen. Je merkt nu toch ook gewoon dat het gewaardeerd wordt als je niet te ver van huis gaat. Ja. Dus lange afstanden zitten er gewoon nog even in. Nee. Maar zeker als dat weer mag, dan ik heb een project Schuine Streep, een project Zuiderzee. Dus ik heb allerlei dingen alweer in gedachten. Schuine Streep is dan een schuine streep over de kaart van Nederland of zo? Heel goed. Leuk. En dan in triathlonvorm. Dus ergens een stukje zwemmen en dan schuine streep over Nederland fietsend en het laatste deel lopen. Ja. Lachen. Super. Nou, wat fijn dat jullie even tijd wilden maken om met ons bij te praten. En we leven met jullie mee via alle sociale kanalen. En we hopen jullie dan in ieder geval nu nog 12 maanden extra te kunnen volgen op weg naar jullie bijzondere prestatie. En mochten zich leuke ontwikkelingen voordoen, dan nodigen we jullie graag terug uit hier in de Slimmer Presteren podcast. Is dat een deal? Helemaal goed. Een deal. Dankjewel. Okay. Leuk. Ik wil even een t-shirt laten zien die ik speciaal aangetrokken heb. Oh ja, laat zien. Ga staan voor de camera. Oh, wauw. Tokyo 2020, ja. Je moet even met een stift in eentje. Het blijft 2020, hè. Ja. Dus, ja, die hashtag blijven ze gebruiken, hè, begrijp ik gewoon. Ja. Okay. Ja, mooi. Nou, helemaal goed. Dank. Blijf gezond ook, hè? Jullie ook. Oké. Hoi. 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 Tja, Jurgen. Goed om onze special guest even te spreken. Twee hele verschillende verhalen. Jacomina die terugschakelt en Martin die juist opschakelt. Opvallend, vond ik. Want we horen in allerlei verschillende bronnen adviezen, zeker voor amateurs, om op te passen voor je weerstand. Ja. En dat is inderdaad, dan komt de J-curve komt vaak voorbij. Hè? En de J-curve is dan, als je op je X-as zet jij uit van je trainingsbelasting of aantal uren dat je sport. En op de Y het infectiegevaar, zeg maar, of de kans op infectie. Ja. En als je heel weinig doet of niks doet, dan is die, dan is die al aanwezig. Want je traint je immuunsysteem niet echt, lijkt het dan, als je sedentair wordt. Dus als je niet sport, is je kans op infecties hoog. Want precies. Je bent een onfit en onsportief persoon. En dan als jij 3-4 keer per week, een uurtje, 1-2 uur, dan daalt jouw kans op infecties. Maar als je weer te veel gaat doen, dan schiet die weer omhoog. En dat is dus de rechterkant van je J. En dat is gestuild deels op data, echt in bij sporters. Er was ooit in 1998 een enorme griepepidemie in Hongkong. Mm-hmm. Er zijn iets van 25.000 mensen overleden. En dan aan de hand van, ze hebben daar van die mensen en anderen, gewoon alle Hongkongers, hebben ze van alles zitten verzamelen. Onder andere van hoeveel sport jij in deze periode, maar ook de jaren daarvoor. En daar bleek dat een beetje eigenlijk uit. Dus de mensen die toch wel gewoon fit bleven door een aantal keer per week te sporten, daar toch het risico op die infectie, in ieder geval die influenza, lager was. Ja, dus dat is gezondheidsbevorderend. Ja. Dat is ook logica, hè? Common sense.
En dan, maar dan gaat het dus over die andere kant van de curve. En dat heeft te veel gaat sporten. En dat zie je ook terug na een marathon. In de week daarna hebben ze wel eens bij de marathon van LA zitten turven eigenlijk van hou even bij of je nou een verkoudheidje kreeg of iets dergelijks. En dan nam dat toch wel toe dat 10-15% van de deelnemers had dat. En dat lijkt er dan toch op dat je je immuunrespons even wat minder gaat werken. En dat heeft te maken waarschijnlijk misschien toch oververmoeidheid, iets minder slapen, wat stress. Stresshormoon cortisol komt dan vaak voorbij, stresshormoon. En dat is immuunremmend eigenlijk. Mm-hmm. Vandaar dat jouw cortisone of corticosteroïden zelfs als dopingmiddel vaak werden genomen om eigenlijk die ontsteking wat te remmen, waar je op eigenlijk geen last van wil hebben tijdens inspanning. Nu heb ik toch die J-curve schijnt. Dat is één kant van het verhaal. Het andere wat gezegd wordt is dat bijvoorbeeld tijdens een marathon dat je dan juist wordt blootgesteld aan veel meer pathogenen of aan bacteriën, virussen. Omdat je tussen al die andere mensen loopt, hè, en niet gedistanced. Precies, je geeft nog mensen extra handje voor en na afloop, je publiek komt langs, et cetera. Je geeft de high fives, et cetera. Dus dat blijft een beetje tussen die twee hangen. Aan de andere kant hebben ze echt muizenstudies wel echt gedaan en dan muizen op een loopratje. En dan die laten toch wel duidelijk zien, daar kan je ook gewoon gericht een bepaalde bacterie inspuiten en kijken wie er dan uiteindelijk van die muizen, hoeveel er echt ziek worden, misschien zelfs doodgaan. Ja, dat laat ze duidelijk zien dat de muizen die echt ontzettend intensief gaan sporten, dat hun immuunrespons gewoon minder wordt. Daarnaast, dat is de J-curve. Maar als je het echt goed bekijkt, en dat is een verhaal in Sportgericht, wat ik ook wel in de show notes zal stoppen, blijkt dat echte absolute topsporters, die buigen weer af. Dus dan krijg je eigenlijk een liggende S. Oké. Okay. Oftewel, die gaan zo intensief sporten, dat die uiteindelijk weer juist heel fit worden. Die sporten intensiever nog. Die zitten helemaal rechts van op die X-as. Maar als je kijkt naar het risico op infecties, is dat een stuk lager dan bij die groep die veel sport. Dat zijn vaak de nationale toppers. Dus als je nationale toppers vergelijkt met absolute internationale toppers, is die laatste groep, die krijgt gewoon minder kans op infecties, verkoudheden. En dan kan je twee kanten op. Aan de ene kant wordt ook gezegd van misschien is dat hun natuurlijke selectie. Is het feit dat zij zo'n goed immuunsysteem hebben, maakt hun die topper. Ja, want zij kunnen altijd door blijven trainen. Ja. Want ik hoorde Ros Tucker in hun podcast ook zeggen dat inderdaad ziek zijn de belangrijkste reden is van gemiste trainingen onder topsporters. Ja. En dat hoor je natuurlijk ook altijd in de Tour de France. Die mensen die zijn zo zichzelf aan het uitputten, klopt, dat er hoeft maar iets langs te waaien en ze zijn ziek. Ja. Dus dat wil je inderdaad niet hebben. En dat zou best wel eens de nationale toppers kunnen onderscheiden van die internationale toppers die niet ziek worden of minder ziek worden en daardoor meer kunnen trainen. Ja. Dat is natuurlijk heel interessant, want dan ga je eigenlijk zeggen, wat onderscheidt de absolute top van de subtop? Ja, is eigenlijk jouw immuunsysteem, hoe goed dat is. Tegelijkertijd, voor deze curve, wat onderscheidt de slimme amateur die slim presteert van de domme amateur, is de domme amateur die op de marathondag 5 april alsnog die marathon gaat lopen om zichzelf in deze tijd enorm uit te pitten en twee weken lang het risico op infecties te lopen. Helemaal mee eens. En toch? En het andere is dat als je, er zijn ook wel naar trainingen kijkt, hebben ze studies te monotoon trainen. Bij Olympische Amerikaanse sporters hebben ze wel eens een jaar lang geïnventariseerd. Oké, hou nu bij wanneer je verkoudheidje hebt en daardoor minder hard kan trainen of zelfs even een dag niet. Ja, daar sprong twee dingen uit. Monotonie, dus eigenlijk geen afwisseling. Dat geeft een hoger risico op. En het andere was als je gewoon te snel jouw intensiteit verhoogt. Dus vaak hebben ze het over 5% per week. Max 10% kan je toenemen in trainingsarbeid. Maar als jij meer wil gaan doen van de ene week op de andere, dan is dat geheid vragen om problemen op het gebied van je immuunsysteem. Kortom, ik moet met waar we de aflevering mee begonnen, mijn 49 dagen 5 kilometer hardlopen op tempo 5:30, nu na 30 dagen misschien ook maar eens gaan variëren. Want anders slaat het monotonie spook mij toe. Ik ben heel benieuwd hoe bij jou...
Ja, oh, nou, en jij wisselt tip. Waarschijnlijk wel af in je rondje. Hè? Net, er zijn natuurlijk wel wat rondjes. Een klein beetje. We hebben vandaag een konijn gelopen. Okay, dus als je mij volgt op Strava, zoek even op Gerrit Heikoop in Leersum. Dan zie je dat Sophie zei, ik wil een konijn lopen. Nou, dat komt. Ik vind hem vrij goed gelukt. Maar het tempo blijft toch hetzelfde. Dus ik zal daar, ik moet denk ik ook meer variëren. Mooi Jurgen, tot zover. Volgens mij hebben we een hoop tips gehoord over hoe je slim presteert in tijden van corona. Focus op fitheid en gezondheid, niet op prestatie. Pas op voor die J-curve. Ga niet opeens extreem veel trainen als je geen topsporter bent, zoals Martin. Precies. Zoals Jacomine zei, als je het niet gewend bent, spring niet het buitenwater in nu, wat minder dan 8 graden is, los van je risico op onderkoeling. Ook het risico op ook wederom je weerstand onder druk zetten. En wat mij betreft, laat je ook gewoon je fiets in de schuur staan als je de mogelijkheid om hard te lopen. En als je wel gaat fietsen, alleen rustig en met extra oog voor verkeer. Toch? Ja. En daarmee willen we jullie natuurlijk uitnodigen om jullie tips met ons te delen. Als jij, hoe blijf jij fit in tijden van corona? Laat het hieronder weten op social media via @slimmerpodcast op Instagram en Twitter. Of in de commentaren hieronder deze aflevering op onze website www.slimmerpodcast.nl. Of stuur ons gewoon lekker ouderwets een mailtje via post@slimmerpodcast.nl. En ik neem aan dat jij nog wel mensen kent, collega's, sporters, vrienden, verenigingsgenoten die ook moeten sporten in tijden van corona. En stuur hen vooral even de link door naar deze aflevering, want wie weet kunnen we daarmee met z'n allen zorgen dat we fit blijven, gezond blijven, de druk op de EHBO's en de ziekenhuispersoneel zo laag mogelijk houden en met z'n allen hoopvol en gezond deze tijd doorkomen. Ja. Wat jij, Jurgen? Mee eens. Denk ik. Dankjewel en tot volgende week.